Mijn Leuven is een label voor al wie en wat jong is in Leuven. Mijn Leuven ondersteunt ook jongereninitiatieven, brengt een jongerenmagazine en jongerenwebsite uit en doet alles voor en door jongeren. Mijn Goesting is een deelproject om jongeren te laten proeven van cultuur in Leuven. 3 middelbare scholen worden in beweging gebracht om jongeren te leiden naar het rijke culturele aanbod van de stad. In 2011 en 2012 ging het project door in het Menine Instituut, Koninklijk Atheneum Tweede Ring en in de tweede graad van het Heilig Hart Heverlee. Elk project biedt de kans om te proeven van een culturele discipline. Zo zijn er projecten opgezet rond muziek, dans, theater, figurentheater, beeldende kunsten en comedy. Elk traject bestaat uit verschillende stappen. We betrekken de andere leerlingen door bijvoorbeeld teasers te houden dan in verband met de voorstelling of de workshop die eraan komt. Ook door de workshops. Ze zien dan bijvoorbeeld plotseling iets op de speelplaats en dan zijn ze verbaasd of ik weet niet. Er komt dan verder informatie rond en ze hebben de kans om naar een workshop te gaan altijd. En na die workshop volgt er ook nog altijd een voorstelling of een tentoonstelling en zo worden zij daarin betrokken. Een teaser laat een ruime groep jongeren proeven van een culturele discipline. Wegwijzers maken promotie voor culturele activiteiten in en buiten de school. Voor het beeldende kunstproject hebben wij zelf een affiche ontworpen. We moesten naar de stijl gaan van Charles Burns en daar hebben wij een tekening van nagemaakt en zelf ook foto's van ons eigen gebruikt voor in die affiche te zetten. We zijn daarvoor samen gekomen in de school tijdens de vakanties en dat is heel goed gelukt en zo. Dat heeft echt veel mensen aangesproken, dus dat was echt een geslaagde opdracht. Wij communiceren over de cultuurgroepjes op deze manier. We gaan als volgt te werk. Ja, we delen affiches uit met informatie over onze workshops die we gaan organiseren. En we doen ook zo invallen in de klas. Dus de vorige keer was dat met comedy. Toen zijn de comedianten sommige klassen binnengedrongen en die zijn er dan hun stukje gaan doen. En dat trekt ook mensen aan en zo proberen wij mensen naar ons toe te trekken. Brugactiviteiten zijn actieve workshops, coachings of gesprekken. Het was zeker een uitdaging voor mij om met die jongeren samen te werken. Omdat ik niet wist of er wel jongeren zouden komen opdagen aan het project. Dus voor hetzelfde had ik hier alleen staan schilderen aan de muur. Maar er zijn veel jongeren komen opdagen. En het is ook leuk om te zien hoe zij dan meewerken en hoe dat zij dan toch wel geteased worden en plezier beleven aan het project. Er was een workshop voor beeldende kunst vooral. En dat was heel plezant. Dat was naar Charles Burns toe dan. Er was een kunstenaar, Sam de Buijser, die dan hier kwam workshop geven. We hebben dan wat tips gekregen van hem. We moesten een horrorportret maken op een houten plaatje. Die gaan dan worden opgehangen in school. En dat was plezant, want die kon ook wat vragen stellen. Er waren nog mensen die tips kregen dan. Hij kon heel goed helpen. Het was een toffe stijl ook. Het was iets anders dan we normaal zouden doen. Zeker omdat dat hier op school is. Dat is wel tof. In het begin dacht ik eigenlijk dat de leerlingen niet zo geïnteresseerd gingen zijn, maar toch wel op een afstand van hun ging staan, een acteur die workshop ging geven. Maar uiteindelijk hebben de leerlingen wel goed meegedaan. Iedereen heeft daar eigenlijk wel meegedaan en meegewerkt. Hij had ze ook onmiddellijk mee. En ik vond eigenlijk een heel leuke ervaring, omdat dat toch iets wat dat buiten de lessen staat. En iets wat de leerlingen, een ervaring die de leerlingen normaal gezien niet zouden doen. Jongeren kunnen onder begeleiding deelnemen aan het cultureel aanbod in Leuven. We zijn dus naar enkele theatervoorstellingen geweest. Eén van Studio Brussel. Music was my first love en Woeste Hoogte. En dan konden we op gesprek gaan met enkele acteurs.
En dat was wel leuk, want dan leer je wel veel bij en kom je veel te weten gewoon. Zo'n traject is zeer leuk, omdat het is ook heel leerrijk en het is iets anders dan gewoon school. Zoals de lessen en zo. En tot dat toch op school wordt gegeven is ook heel aangenaam. Om de trajecten te laten slagen hanteren we vier principes. Participatie van jongeren, participatie van leerkrachten, een jeugdwerker op school en met lokale kunstenaars in de schoolcontext inbreken. In elke school is er een cultuurgroepje dat mede trajecten vormgeeft. Wij komen regelmatig samen en dan... Ja, we hebben voorstellingen in het begin van het jaar uitgekozen en dan doen we daar... We bespreken welke teasers we kunnen doen, hoe dat we leuk kunnen voorstellen, welke workshops we daar rond kunnen doen. En dan ja, bespreken we dat en proberen we dat uit te voeren. Ja, het is echt allemaal belangrijk wat we zeggen in die cultuurgroep, want ja, het wordt eigenlijk allemaal gebruikt als we ideeën hebben voor affiches of zo. Of wat er gebeurt op school, dat komt altijd wel aan bod. Ik vind het heel leuk om mee te werken aan het cultuurgroepje, omdat ik dan zelf dingen kan leren kennen die ik daarvoor nog niet kende. Je kunt ook de dingen die je dan wel al mee bezig bent, wel naar boven laten komen. En ook om andere mensen daarmee in te betrekken. Dat is wel, vind ik ook wel leuk om te doen, omdat er misschien mensen zijn die daar niet mee bezig waren en uiteindelijk wel meedoen doordat je hun hebt laten zien wat er mogelijk is. Dat geeft mij ook het idee dat dit project heel veel zin heeft, omdat het niet alleen een project is dat voor hen georganiseerd wordt, maar zeker deels mee door hen zelf. En dat maakt dat het vaak dicht bij hun eigen leefwereld blijft. En dat denk ik dat heel belangrijk is. Leerkrachten promoten de activiteiten mee, ondersteunen de praktische organisatie op school en nemen deel aan een visiegroep over cultuur op school. Met de leerkrachten hebben we ook een visiegroepje opgericht. Dus er zijn een aantal leerkrachten in elke school die samen met ons nadenken over wat cultuur is of kan of zou moeten zijn op hun school. Een jeugdwerker op school spreekt de leerlingen persoonlijk aan en leidt de cultuurgroepjes. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk persoonlijk naar de jongeren toestap. De bedoeling is dat ik de jongeren eigenlijk zo goed mogelijk leer kennen en zo persoonlijk mogelijk leer kennen, zodanig dat ik hen echt persoonlijk kan aanspreken. Flyers, ze krijgen honderden flyers per week. Ze krijgen Facebook-berichten à volonté. Dus het is heel moeilijk om echt op te vallen in die veelheid van informatie. En ik merk dat alleen via media dat absoluut niet volstaat. En dus dat het heel erg zinvol is dat ik echt in de klasse ga om het project voor te stellen en dat doordat ze mij persoonlijk leren kennen, dat ze veel sterker de neiging gaan hebben om deel te nemen. Ook nog steeds dat Hans een andere positie heeft dan wij. Nee. Wij blijven altijd een leerkracht voor de leerlingen en zij kijken ook met die focus naar ons en luisteren ook met die focus naar ons, terwijl Hans vanuit een heel andere positie dingen kan zeggen en bekomen dan wij. En ze zo ook bereikt vanuit hun echte interesse. Ja. En niet omdat de leerkracht het vraagt en we zullen het dan maar doen. Zo. Ja. Het is zo dat Hans hier regelmatig is op school en dat hij heel goed helpt om de leerlingen eigenlijk aan te spreken. Want de leerlingen worden door Hans aangesproken als er iets te doen is en dan komt hij in de klas rond. En in dat opzicht is het ook wel goed dat er ook weer iemand van buitenschool met de leerling komt spreken, omdat de leerlingen op dat moment eigenlijk meer geneigd zijn om daar op de kar te springen. Het is iemand waar ze tegen kunnen vertellen wat ze willen. En hij staat ook heel kort bij de leerlingen. En in dat opzicht is het ook heel goed dat de leerkrachten het niet alleen moeten dragen en dat de leerlingen ook eens nieuw bloed zien om eigenlijk ook de stap te zetten naar eventueel later met andere mensen te kunnen werken aan zo'n projecten, aan culturele projecten. Zowel de school als de leerlingen worden geïnspireerd door Leuvense kunstenaars en culturele partners. Het is ook een grote uitdaging om scholen hun netwerk te verbreden. Dus we proberen ook samen te werken met culturele organisaties uit het Leuvense of met kunstenaars uit het Leuvense, om zo het netwerk van de school te verbreden. Ik vind het heel belangrijk dat een school niet in een ivoren toren bezig is, maar met zijn twee voeten in de maatschappij staat. En zeker als het over cultuurbeleid gaat.
Er is bijvoorbeeld bij die workshop van Tom Manaert, is er een leerling dat ik, die eigenlijk heel stil was en die eigenlijk weinig vertelde, tot het moment dat hij daar eigenlijk voor de klas moest komen staan en die heel veel dingen deed, dingen waar ik niet had verwacht dat hij die zou doen. En plots bloeide die helemaal open, dus dat was eigenlijk een talent dat nog niet ontdekt was. En het is echt wel heel leuk om dan zo'n leerling van een andere kant te zien. En het is ook wel leuk dat die leerling op die moment misschien iets heeft ontdekt waar dat hij in kan verder gaan ook. Onze school zou dit niet alleen kunnen. We hebben heel veel bekwame mensen die fantastisch les kunnen geven. Maar op artistiek gebied, cultureel gebied, hebben we hulp nodig. En dankzij de stad, dankzij de jeugddienst, dankzij 30cc, kunnen we nu zo'n project in onze school realiseren. Omdat zij zeer goed zijn in het aanbrengen van mensen die verstand hebben van kunst. Die met jongeren ook kunnen werken, dit kunnen uitleggen en zelf heel artistiek zijn. En dat is een ongelofelijke meerwaarde voor een school. Mijn Goesting is een intensieve samenwerking tussen 30cc, Jeugdcentrum Vleugel F en het cultuur-educatief netwerk Magda. En is gefinancierd door Stad Leuven, Cultuurdienst en Jeugddienst en de Vlaamse overheid, Proeftuinen Brede School.